En voor een tweede keer gaan we ons deze avond bezighouden met dit onderwerp over top secrets. Over de geheimenissen, want dat is eigenlijk waar we het over hebben. Of de verborgenheden, maar die woorden die blijken dus ongeveer identiek te zijn. Afhankelijk van de vertaling die je daarvoor gebruikt. De verborgenheden in de schrift. En met name zoals het Nieuwe Testament daarover spreekt. En dan moet ik eigenlijk nog zeggen. Met name zoals de apostel Paulus daarover spreekt. Hoewel ik erbij moet zeggen. De vorige keer hebben we ons daar niet zozeer op gefocust. En dat zal vanavond ook weer niet het geval zijn. Het is dus allemaal nog min of meer inleidend. En u ziet het, ik heb het als ondertitel voor deze avond meegegeven, de onderbroken komst van de Messias, en dat ga ik straks toelichten. Maar voordat ik dat doe, wil ik even terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. En de vorige keer hebben we ons eerst even bezighouden met het woord aan zich. En waarover hebben we het dan wel? En dat blijkt dat vooral het Griekse woord mysterion te zijn. En eigenlijk nogal voor de hand liggend, omdat wij het op de vernederlandste manier ook kennen. En een mysterie betekent, in ieder geval vanuit het Grieks, iets dat verborgen wordt bewaard. Dat is iets dat geheim is, iets dat verborgen is. Maar dan niet in de zin zoals mysterie ook dikwijls bij ons wordt gebruikt. En dat is een beetje het misleidende dus. Dat het iets zou zijn dat onbegrijpelijk is in zichzelf. Hè? En ik gaf als voorbeeld dat bijvoorbeeld in de christelijke theologie het idee van de drie-eenheid, dat wordt altijd neergezet als een mysterie. Dat kun je niet begrijpen. Nou, in die zin spreekt de Bijbel niet over over mysterion. Het heeft te maken met iets dat verborgen is en dat er een bedekking op ligt en dat onthuld kan worden en dat bekend is bij intimie meestal. Of als iets verborgen in het verleden was, maar daarna onthuld wordt. En het idee bijvoorbeeld, om eventjes dan toch nog één ding daarover te zeggen, als we het hebben over één God, dat is juist geen mysterie. Dat is juist heel simpel in de meest letterlijke zin van het woord. Namelijk, simpel betekent eenvoudig. Dat is de waarheid dat er één God is. Dat is helemaal geen mysterie, integendeel. En de eerste keer dat dat bewuste Griekse woord, mysterion, verborgenheid, geheimenis, geheim, in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, dat is in verband met de gelijkenissen zoals we die aantreffen in Matteüs 13. Dat is een hoofdstuk, een lang hoofdstuk, waarin een 7 of zo u wilt een 8-tal gelijkenissen worden verteld door de Heer Jezus. En dat zijn illustraties die de scharen van Israël aanhoorden. Dat lees je dan zo over dat de scharen zich verdrongen. En de Heer vertelt dan illustraties, gelijkenissen, bijvoorbeeld van een zaaier die niet al te succesvol lijkt te zijn, want slechts een klein deel viel in goede aarde, en ook allerlei andere gelijkenissen worden gegeven. En het bijzondere is dat hij die gelijkenissen vertelt, dat wil zeggen de metaforen, de verhalen, maar zonder deze toe te lichten, zonder te vertellen wat de moraal ervan is, of zonder uit te leggen wat de betekenis daarachter is. Dus de scharen die luisterden wel en die hoorden wel van alles. En misschien ook mooie verhalen, dat lijkt mij wel, want ze hingen aan zijn lippen. Maar heel uitdrukkelijk lees je dan dat de Heer Jezus juist niet aan hen vertelde wat hij daarmee te zeggen had. En dan lees je wel, afzonderlijk aan zijn discipelen vertelde hij de betekenis ervan. Dus het hele idee dat gelijkenissen verteld werden, zoals dat is een beetje het gebruikelijke zondagsschoolverhaal, de zondagsschoolversie ervan, een gelijkenis wordt verteld omdat de Heer juist aan de scharen iets duidelijk wilde maken. Dat is dus juist niet het geval. Hij vertelde het de scharen om een betekenis te verbergen. En alleen als je weet en verteld wordt wat de betekenis daarachter is, ja, dan wordt het duidelijk. Maar dat is juist, dat is heel essentieel bij die gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt.
En dan lees je ook dat, en we hebben eigenlijk een groot deel van de avond ons daarmee bezig gehouden, behalve de betekenis, de grondbetekenis van het woord, ook met Matteüs 13 en over wat daarover verteld wordt, namelijk dat die gelijkenissen altijd verwijzen naar de tijd dat het koninkrijk verborgen is. Vandaar ook dat het heet de gelijkenissen van de verborgenheden van het koninkrijk. Het koninkrijk is verborgen tot een bepaalde tijd, tot de voleinding van de aion. Dat is ook een term die in dat verband gebruikt wordt. En dat is juist ook omdat vanwege Israëls ongeloof. En de aardigheid is, ook dat hebben we toen gezien, dat dat niet alleen maar zo verteld wordt, maar zelfs gedemonstreerd wordt. En dan lees je dat de Heer Jezus het huis verlaat en dan bij de oever gaat zitten. En dan gaat hij in een bootje en dan vanaf de zee spreekt hij dan de schare toe. En zelfs dat is illustratief. Ze hebben dat gezien, maar ze begrepen het niet. En ze hebben het gehoord en ze verstonden het niet. En dat was juist ook de bedoeling. Dus dat is misschien in onze beleving heel eigenaardig en zelfs bizar misschien zelfs. Namelijk dat de Heer dingen vertelt en doet die hij met opzet juist verbergt en waarvan de schade de betekenis niet mogen weten. Nou, geheim dus. Verborgen wordt het gehouden. Vanavond gaan we praten verder, want het wordt een heel seizoen, hebben we het over dit thema. En ik maak me sterk, maar ik weet het nog niet, dan moeten we het nog maar eens een keertje over hebben, dat we ook een volgend seizoen daar gewoon weer mee verder gaan, want ik zie de bui al hangen, dat dit allemaal een beetje te veel is. Maar goed, we zullen wel voorzien. Ik heb geen echt plan gemaakt van hoe we het gaan aanpakken. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe snel, hoe snel de bespreking zal verlopen. Oké. Wat ik vanavond wil laten zien is dat de Bijbel leert dat de Messias zou komen in twee gestalten. En wat bedoel ik daarmee? Wel als de lijdende Messias, degene die verworpen wordt door zijn volk. En dat de Bijbel ook heel duidelijk spreekt over de Messias als en dan met name ook in zijn hoedanigheid als zoon van David en daarmee ook als erfgenaam van de troon van David, als nakomeling, als deel uitmakend van de dynastie van David, en die bestemd is om koning te zijn, ja, op de troon van David, uiteraard in Jeruzalem, want daar staat die troon nu eenmaal. Heersen vanuit Jeruzalem. Dat is ook de verwachting die het Jodendom tot op de dag van vandaag heeft. Namelijk, als de Messias komt, dan zal hij een zoon van David zijn, sowieso. Dat is het eerste kenmerk van hem. Hij moet zijn geslachtsregister kunnen terugvoeren tot David, sowieso. Maar hij zal ook onmiskenbaar zijn, zo leert het Jodendom, namelijk omdat hij zijn troon zal innemen op de enige plaats waar dat hoort, namelijk in Jeruzalem. En dan zal hij niet alleen over Israël heersen, maar zelfs wereldwijd. Dat is het idee dat het Jodendom heeft. En het klopt. Dat is ook wat de Bijbel zegt over wie de Messias is. En in het Nieuwe Testament wordt dat ook bevestigd. En ik kreeg, ja, dat is wel apart. Ik vind het toch wel even het vermelden waard. Dat ik juist vorige week van iemand een e-mail kreeg met een nogal lange bijlage. Ik weet niet of de persoon zelf een Jood is, maar dat wat hij mij toestuurde en wat hij betoogde, komt regelrecht uit het Jodendom. Namelijk, waarbij, ja, het was ook nog in het Engels trouwens, het concept van de Messias in het Jodendom. Nee, eigenlijk werd gezegd het concept van de Messias in de Hebreeuwse Bijbel. En ja, gewoon het Joodse idee van wie de Messias zou zijn. En een van de dingen die werden gezegd van, ja, maar in het christendom heeft men het altijd over de twee komsten van
de Christus, van de Messias. Maar dat kent de Bijbel helemaal niet, de Hebreeuwse Bijbel. De Bijbel spreekt gewoon over de komst van de Messias. Gewoon één. Eén komst. En ook dat is waar. De Bijbel spreekt niet over wederkomst, over een komst en over een wederkomst van de Messias. Ik bedoel het Oude Testament dan, hè? De Hebreeuwse Bijbel. Maar in ieder geval, dit, die twee gestalten, namelijk als leidend, als verworpen door zijn volk en zelfs gedood. Maar ook aan de andere kant als degene die zal heersen, als de man die voortkomt uit de dynastie van David vanuit Jeruzalem. Die twee gestalten. En de tijd die tussen die beide gestalten ligt, die wordt in de Tenach, en ik noem het nu maar expres eventjes zo, in de Tenach, dat is dus de Hebreeuwse Bijbel, hè. Wij spreken over het Oude Testament, dat doen Joden uiteraard niet, want die kennen het Nieuwe Testament niet, dus dat zou een beetje een rare idee zijn. Maar de Tenach, dat is eigenlijk een samenvoeging van de Torah en de profeten, de wet, de profeten en de geschriften. Dat is de Tenach, het is eigenlijk een acroniem. Maar in ieder geval, dus dat is de Hebreeuwse Bijbel, dan weet je dat. En de tijd tussen die beide gestalten, dat wil zeggen dat die en de leidende knecht is, en aan de andere kant dat hij de heersende koning is in Jeruzalem, wel de tijd tussen die gestalte wordt verondersteld, want ja, dat kan niet tegelijkertijd zijn. Het zijn niet twee Messiassen. Nee, het is één Messias, maar hoe dat dan wel, daar zit een tijd tussen, die wordt verondersteld, maar niet expliciet genoemd. En dus in feite is die hele tijd die verondersteld wordt verborgen. Daar heb je het. Dan zijn we dan toch weer bij die gedachte aan. Die tijd is met recht dus verborgen. Nou, ik wil graag dat vanavond eens laten zien. En ik wil het keurig, netjes en ordelijk opbouwen. En laat een aantal schriftplaatsen daarbij noemen. En je zult zien, en met mij ook de ontdekking doen, hoe enorm essentieel dit blijkt te zijn in de hele boodschap van het hele Nieuwe Testament. Laat ik beginnen bij een gesprek dat we beschreven vinden in Lucas 24, het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En dan spreken we inmiddels over de Heer Jezus die op de dag van de opstanding zich aansluit bij twee mannen. Nou ja, ik zeg mannen, dat weet ik niet eens zeker, maar in ieder geval bij twee mensen. Ze worden altijd de Emmaus-gangers genoemd. Fons Jansen had het over de Emmaus-gangsters, maar dat is weer wat anders natuurlijk. En die waren op weg van Jeruzalem naar een vlek, staat er in de Statenvertaling, een dorpje in Emmaus. Goed, oké. Okay. En dan sluit de Heer Jezus zich incognito, dat wil zeggen, ook weer verborgen aan bij deze twee mannen. En dan, ja, dan gaat hij vragen, wat hebben jullie het over? En dan gaan ze vertellen van, ja, nou ja, ben u een vreemdeling in Jeruzalem of zo? Heb je niet begrepen wat er allemaal de laatste dagen is gebeurd? En wat dan? Nou ja, een Jezus van Nazareth. En hoe onze oversten hem hebben gekruisigd. En nou, tot overmaat van ramp is vandaag ook nog eens een keertje. Zijn er vrouwen gekomen en die hebben gezegd dat hij opgestaan is. Ze steken van wal en dat vertellen ze allemaal. En dan, de Heer Jezus, want weten zij veel dat ze met hem van doen hebben. Die gaat dan, nadat hij dat zwijgend heeft aangehoord of alleen wat vragen heeft gesteld, dan zegt hij in vers 25. En dan gaat hij spreken. Daar zou ik graag bij geweest willen zijn. Dat moet heel boeiend geweest zijn. En had ik wel ondertiteling nodig gehad. Dat weet ik. Maar luister wat de Heer Jezus dan zegt. En hij. Ik lees trouwens uit de MBG-vertaling. Ik heb mijn nieuwe gebruik nu. Dus ik lees gewoon uit de MBG-vertaling om maximaal aan te sluiten. En daar waar het nodig is, daar maak ik een correctie. En vandaar dat ik het MBG Plus noem. Vind ik ook wel een leuke.
Oké, en hij zei tot hen, die twee mannen, of twee mensen met wie hij dus daar de weg aflegt. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat ge niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. En nou, dat is, dan ga je er wel behoorlijk meteen stevig in, hoor, als je zo reageert. Hè. Ik bedoel, hij heeft een heel, laten we zeggen, authentiek verhaal gehoord. Mensen die eigenlijk in rouw zijn, want ja, ze waren zwaar gedesillusioneerd. Ze hadden nog gezegd, en wij hadden nogal gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Dus dat was de messiaanse verwachting die ze hadden. En dat was nu allemaal sinds een derde dag. Hè, want dat zeggen ze ook, hè, het is bij deze al de derde dag. Ja, en dus al hun hoop is in de bodem geslagen. En dan zegt de Heer als troost, o onverstandige en trage vrouw, onverstandig. Waarom? Nou, dat zal hij ook gaan toelichten. Onverstandig omdat de profeten waar hij nu aan gaat refereren, of waaraan hij in dit vers al refereert, die kunnen slechts verstaan worden als je alles ervan serieus neemt en gelooft en aanvaardt. Want de profetie is, en de schrift kan niet gebroken. Het is één geheel en je kan daar niet zomaar elementen naar eigen keuze uitnemen. Nee, het is één geheel. En je kunt het verstaan, slechts verstaan, wanneer je alles wat daarin gezegd wordt, gelooft. En ze waren onverstandig en ook traag van hart. En dat betekent langzaam. Hè? Traag, stug, dwars. Traag om te... Zo staat het ook. Hè? Niet traag van verstand. Dat is eigenlijk meer het resultaat. Het feit dat ze het niet verstonden. Dat was omdat ze traag waren om te accepteren, te vertrouwen en te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. De nadruk ligt hier natuurlijk op alles. Want ze geloofden wel een deel van de profetie. Namelijk, ze hadden gezegd, en wij hadden nogal geloofd, en wij hadden geloofd dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar als ze dat geloofden op basis van de profetie, nou, dan is daar toch niks aan veranderd. Maar het punt is, zij geloofden wel dat deel van de profetie, waar de Joden trouwens nu nog steeds in geloven, namelijk dat als de Messias komt, dan zal hij zijn troon innemen van zijn vader David en regeren in Jeruzalem, et cetera, et cetera. Dat verhaal, dat geloofden zij. Ja, maar alles wat de profeten hadden gezegd over een Messias die zou lijden en die zou sterven en die verworpen zou worden door zijn volk, dat geloofden ze niet. Dat had geen plaats, zeg maar, in hun, ja, in hun theologie. In feite, het is eigenlijk wel, als je er eventjes over doordenkt, is het ook wel, komisch is niet het juiste woord. Maar het is toch wel heel apart en ook wel ironisch, laat ik het zo formuleren. Dat zij geloofden net dat deel van de profetie wat de kerk juist niet gelooft. Namelijk dat de Heer inderdaad, dat de Messias inderdaad iemand is die zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Wat voor een Jood, orthodox Jood, volstrekt vanzelfsprekend is. Natuurlijk, dat is wat de Messias is. Ja, maar dat gelooft, zeg maar, en masse, in de christenheid wordt dat juist allemaal wegverklaard en weggetheologiseerd. Dat neemt men niet letterlijk. En dat deel van de profetie wat de Joden niet geloven, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en verworpen zou worden door zijn volk, ja, dat heeft men vergeestelijkt. Precies dat wat de kerk dan wel weer in een bepaalde mate, zeg maar, accepteert. Snapt u? Dus dan moet je even voorstellen, dat die twee met elkaar in gesprek raken, die snappen dus niks van elkaar. Want allebei refereren ze aan en baseren ze zich op de profeten, jawel, maar ze geloven slechts een deel. En wat de ene wel gelooft, dat gelooft de ander niet.
En wat de ander wel gelooft. Zeg ik goed, wat de ander niet. Nou ja, snapt u wat ik bedoel? Ik ga de zin niet afmaken, want ik weet niet meer hoe ik begonnen was. Maar dat is een hopeloos verhaal natuurlijk. Daar kun je wel een heel mooi woord voor geven. Een dialoog gaan voeren, zoals dat gebeurt tussen kerk en synagoge. Maar dat wordt echt niks. Dat wordt helemaal niks. Nee. O onverstandig en trage van harte, ga niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Moest. Dat wil zeggen, moest, hoezo moest. Nou, de profeten hebben gesproken. En als God voorzegt, moet het dus gebeuren. Ja, waarom? Wel, kijk, nou ja, dat kun je ook op twee manieren trouwens opvatten. Moet het gebeuren omdat het voorzegd is? Of is het voorzegd omdat het gebeurt? In de praktijk maakt het geen enkel verschil hoor. Want hoe dan ook, voor de profeten, profetie, het Griekse woord profetie betekent letterlijk ook voorzeggen. En de profeten hebben voorzegd, niet voorspeld, voorzegd. En dus moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Trouwens, de volgorde is ook veelzeggend. Ook daar kom ik later nog op terug. Maar eerst lijden, dat is het principe. Daarna heerlijkheid. Ik geloof dat de Statenvertaling ook zegt, moest de Christus dit niet leiden om al zo, dat wil zeggen via die route, op die wijze, in zijn heerlijkheid in te gaan. Dat moest, want het was namelijk voorzegd. En dan lees je, en hij begon bij Mozes, en daarom bedoel ik al even op voorhand, goh, daar had ik bij willen lezen, zeg. Om zo'n bijbelstudie, zeg maar, van de Heer zelf te vernemen. De Heer, die zichzelf, ja, je moet zich dat goed realiseren. De Heer heeft hier op aarde, hij was in deze wereld, hij was opgegroeid. En je leest dat hij nam toe in kennis en wijsheid, hè, toen hij nog een jonge knaap was. En hij heeft... Ja, maar hij was bezig al die 30 jaren. Het enige wat we weten wat hij gedaan heeft, is dat hij bezig was in de dingen van zijn vader. Hij heeft de schriften onderzocht en bestudeerd. En je leest ook in de Hebreeënbrieven, dat wordt dan weer aangehaald in... dat is een aanhaling uit de psalmen, van dat de Messias dan ook zegt van... Zie, hier ben ik, Heer. In de boekrol staat van mij geschreven. En hij wist, ja, ik ben voorzegd. En hij wist wat hem te doen stond. Hij wist ook wat er zou gaan gebeuren. En nu hier, wat er, hij van tevoren had hij ook gezegd dat hij gekruisigd zou worden. Dat hij door de overpriesters en door de leiders van zijn volk zou worden overgeleverd. En hij heeft ook gezegd, ik zal worden gekruisigd. En hij heeft zei daarbij ook, en op de derde dag zal de Messias worden opgewekt. Ook dat is voorzegd. Ja, maar als je natuurlijk je ogen, ja, als je ogen daarvoor niet geopend zijn, dan zul je het echt niet zien. En dat is een heel frappant voorbeeld, want je leest ook dat zijn discipelen, notabene, zijn de intimi, die hebben het niet begrepen. En pas later lees je van, wij herinneren ons dat hij dat gezegd heeft. Ja, toen het eenmaal vervuld was. Nou ja, anyway... Hij begon bij Mozes, dus de boeken van Mozes, en bij al de profeten, en hij legde Mozes en de profeten, dat is meestal de term voor wat wij dan het Oude Testament noemen. Hij begon bij Mozes, bij al de profeten, en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En misschien heeft hij... Sorry. En misschien heeft hij ook wel gesproken... Over de persoon van Mozes, die ook ooit tot zijn broeders kwam, weet u wel, en die verworpen werd. En toen een hele tijd was hij helemaal uit beeld en toen kwam hij weer terug. En toen heeft hij hen alsnog het uitgeleid. In feite Mozes zelf. Ik bedoel niet alleen de boeken die op zijn naam staan, maar in feite zijn personage en zijn lotgevallen, ja, die zijn in feite... Een beschrijving van wie
de profeet die groter is dan hij zelf, dan Mozes dan. Nou ja, hij begon bij Mozes, bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Later lees je in ditzelfde hoofdstuk ook nog dat als de Heer Jezus dan later in Jeruzalem in die avond ook arriveert, of bij zijn discipelen dan verschijnt, dat hij zegt van ja, al de schriften spreken van mij. De schriften getuigen van hem, van de eerste tot de laatste bladzij. En dat kan inderdaad direct zijn, dat wil zeggen in voorzeggingen. Het kan ook indirect zijn via typen, beelden. In feite wat ik net zei over Mozes bijvoorbeeld, dat is een type. Hij zelf is een type van degene die na hem zou komen. En het kan expliciet zijn, dat wil zeggen heel uitdrukkelijk, uitgesproken. Maar het kan ook onuitgesproken zijn, impliciet noemen we dat dan. Stilzwijgend, tussen de regels door. Maar via welke weg dan ook, direct, indirect, expliciet, impliciet, al de schriften getuigen, zoals we dat in het Engels zeggen, some way, somehow, van hem. Oké, nou, hier in Lucas 24 zien we dus, dat is heel uitdrukkelijk, dat de Heer dat zelf ook aantoont vanuit de schriften aan de Emmausgangers. Ja, de Christus moest lijden en om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En dan zal hij bij gelegenheid ook inderdaad zijn volk Israël verlossen. Dat wat de Emmausgangers wel altijd hadden geloofd. Maar dan is het noodzakelijk dat je al de profeten gelooft. En dat je niet, om nog eventjes terug te komen op dat woord tragen van hart, dat je waardoor je traag wordt, vertraagd wordt, doordat je met allerlei gedachtegangen wordt belast, die je in feite hinderen om te geloven wat er staat geschreven. En dat was toen zo, maar dat is nu nog steeds zo. In feite, zij waren ook zo traag, doordat zij ook de hele ballast van de traditie meenamen en van de theologische concepten en als vanzelfsprekend daarvan uitgingen. Want ja, als dat gewoon helemaal jouw omgeving is, de context is waarin jij leeft en wat je dag en dagelijks te horen krijgt, de vanzelfsprekendheid, dat weet je toch? Ja, maar dat kan er juist voor maken dat je bedrijfsblind wordt. Hè? Dat je dingen die zo duidelijk zijn, die zo voor de hand liggen, die zie je niet. Waarom niet? Ja, omdat al je gedachtegangen jou verhinderen om het überhaupt te zien. En dat maakt je zo traag om het werkelijk te geloven. En in feite, dat is het grootste probleem om de schriften werkelijk te verstaan. En dat is dat je niet gelooft wat er staat. Je zegt, ah, dat zegt God wel zo, maar hij zal het wel anders bedoelen. En omdat hij het anders bedoelde, daar hebben we natuurlijk theologen voor uitgevonden. Die dan duidelijk gaan maken waar God toen niet in staat was. Niet toe in staat was. Ik zeg het een beetje gechargeerd natuurlijk. En ook niet zo erg aardig. Maar daar komt het dan feitelijk wel op neer. Dan gaan wij het handicap van God. Ja, dat staat er wel, maar dat zal wel iets anders beduiden. Dan neem je de schrift niet meer zoals ze zich aandienen. En dan ga je zeggen, ja, nou ja, hoe moeten we dat dan wel verstaan? Ja, dan moet je bij de geleerden wezen. Nou, dat is dus juist waar je niet moet wezen. Dus God legt zijn woord zelf uit. Ja. God zelf doet ons zijn woord verstaan. De schriften verklaren zichzelf. En natuurlijk kun je altijd je licht opsteken bij iemand van wie je veel geleerd hebt enzovoort. Ik bedoel dat helemaal niet arrogant, dat je dus zomaar voorbij gaat aan wat er zo in de loop van de historie is gezegd. Ik zeg het er nog even bij, want ik kreeg het verwijt nog niet zo heel erg lang geleden per mail van iemand. Ik kende de persoon niet, maar die zei van ja, u gaat voorbij, u denkt niks te kunnen leren van de kerkgeschiedenis. En dat vond ik ik begrijp natuurlijk best wel wat de intentie van de beschuldiging was. Maar wat ik nu juist leer van de kerkgeschiedenis, is dat de schrift leidend zou zijn. Dat is wat ik leer. En ik zie iedere keer dat
op het moment dat je daarvan afwijkt, ja, dan kom je uiteindelijk in de duisternis terecht. En wat mensen dan ook allemaal zeggen, ja. Dat is wat je vooral leert. Namelijk dat de schrift het enige is waar je werkelijk op kunt blind varen. Oké, volgende tekst. En om dit punt van die twee gestalten duidelijk te maken. Paulus in Thessalonica. Daar, ik citeer uit Handelingen 17, vers 2 en 3. En dan lees je dat Paulus daar in Thessalonica arriveert, het huidige Saloniki. En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen. En daar wil zeggen in de synagoge, want daar gaat het over. En hij behandelde drie sabbatten achtereen, drie weken dus achter elkaar, iedere keer op de zaterdag, zouden wij dan zeggen. Hij behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. En nu wijk ik even af, want op het moment dat ik afwijk van de tekst, dan cursiveer ik het eventjes. Ontsluitende en voorzettende. Ik geef toe, het klinkt misschien niet zo gelikt, zeg maar. Het klinkt wat vreemd. De NBG-vertaling zegt hier, uitleggende door aanhalingen. De Statenvertaling zegt, openende en voor ogen stellende. En die vertaling die zit er heel erg dichtbij. Het eerste woord, wacht even. Het is inderdaad, het eerste woord dat is ontsluiten. Nou, dat is dus hetzelfde als openen. Hij opende, ja wat? Nou, de schriften natuurlijk. En er staat er ook nog bij, voor ogen stellende of voorstellende. Maar letterlijk staat er een woord als voorzetten, voorzettend. En de aardigheid is dat een hoofdstuk eerder ditzelfde Griekse woord ook gebruikt wordt. En dan wordt het vertaald met, kijk, dat gaat het over die geschiedenis van die gevangen bewaarder in Filippi. En dan staat er, hij richtte een tafel aan. En wat doe je dan? Nou, dan zet je gewoon voor, hè, op tafel. Leg je dat, dat is een voorzet. Je zet de dingen aan op tafel en voor het publiek om dan vervolgens daarvan te eten. En dat is het woord wat gebruikt wordt. Dus wat Paulus deed is, daar drie sabbatten achtereen, hij ontsloot de schriften. Het idee daarbij is, die schriften moeten worden geopend. He, dat staat in de psalm ook, he, de opening van uw woorden, ja, dat verspreidt licht. En ja, ik heb expres dat beeld van mij in gedachten, zoals je een venster opent. En dat geeft je zicht. Nou, dat is wat er met de schrift zou gebeuren. Dat je de schriften opent en dat je laat zien wat woorden beduiden. En laat zien, kijk. Hier wordt het gebruikt, daar wordt het gebruikt, daaruit is het opgebouwd. En dat je op deze wijze krijg je zicht en daar ook ja, inzicht en uitzicht op ja, en vanuit dat woord. Dat woord zou geopend worden. Eigenlijk is dat de enige functie die ook een Bijbelleraar heeft, namelijk niet om zijn eigen gedachten, dat zal ik meteen even toelichten, niet om zijn eigen gedachten aan een tekst op te hangen, want dan is een tekst niks anders dan een kapstok voor je eigen gedachten. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je dat wat de schrift zegt, dat geopend wordt. Dat je laat zien, dat staat er. Eigenlijk net als wat een gids doet. Een gids die, ja, wat doet hij? Hij neemt zijn mensen mee. Hij weet van de dingen natuurlijk. Maar hij zegt, kijk daar is hij daar is op. En hij kan op dingen wijzen hè, die je anders zonder gids zouden ontgaan. Maar niks anders dan laten zien. En dat is wat er ook met de schriften zou gebeuren. Je mag ze openen en je zet ze, dat vind ik ook wel een mooie, hè, je zet ze aan de mensen voor. Hier, alsjeblieft. Je etaleert het. Neem ervan. Eet ervan. En dan krijg je, kan ik u vertellen,
niet alleen geweldig uitzicht, maar ook een rijke maaltijd. Ja. Goed vullend. Ja. Nou, dat is wat Paulus dus deed. Hij drie sabbatten achter één ging hij met hen gedeelten uit de schriften ontsluiten en voorzettend. Nou, en dan komt het. Wat deed hij dan? Wel, dat de Christus, dat is gewoon het Griekse woord voor het Hebreeuwse begrip Mashiach, de gezalfde, degene die zou komen en die gezalfd zou worden tot koning en tot priester, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Kijk het maar eens na in het boek Handelingen. In feite is het niets anders. Iedere keer als het evangelie verteld wordt, dan wordt er de blijde tijding is, hij die zou komen en die aangekondigd was, die beloofd was, die is gekomen inmiddels, de Christus dus. En dat wat er met hem zou gebeuren en wat hij zou doen en nou ja, wat er zou plaatsvinden, dat is inmiddels vervuld. De Christus moest lijden. Kijk het maar eens na hoe dat wordt aangetoond. Hè? Als Petrus in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Of later een hoofdstuk lees je het ook weer. Iedere keer. Handelingen 10, Handelingen 8. Nou, noem maar op. Daag me niet uit. Kijk het maar na. Vrijwel elke hoofdstuk is het raak. Dat als inderdaad het evangelie gepredikt wordt. Is dat de schriften geopend worden. En dat onder bewijs gesteld wordt. Hij, die Jezus, die voldoet volkomen aan het profiel, zeg maar, dat het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, van de Messias geeft. Namelijk, hij moest lijden, namelijk afgewezen worden door zijn volk, gekruisigd worden, zelfs dat staat er in de schrift. Wist u dat? In Psalm 22, dat hij zijn handen en voeten zouden worden doorboord. En, nou ja, al zulke schriftplaatsen worden naar voren gebracht. En hij zou ook opstaan uit de doden. Ook daar wordt heel veel worden schriftplaatsen aangehaald. Uit de psalmen, maar zoveel andere schriftgedeelten. Waar aangetoond wordt, de Christus moest lijden, maar ook sterven en opstaan. En wel op de derde dag uit de doden. Ja, en dan zegt Paulus er ook bij, en de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, wie dan? Nou, die Jezus, die ik, zei hij dus, jullie predik. Dat is het. Dus wat Paulus hier doet in Thessalonica, in die synagoge, is van, hij die zou komen, is inmiddels gekomen, en kijk het maar na, in jullie eigen boeken, in jullie eigen geschriften, het staat er allemaal genoteerd. En in alle opzichten, hij voldoet helemaal aan de kenmerken. Het wordt dus onder bewijs gesteld. Het is maar geen pep talk. Het is geen preek in de zin zoals wij daarover gewerkt. Nee, het is argumenteren. Hij bewees vanuit de schriften. Oké, nou, dit zijn een tweetal voorbeelden die wel heel sprekend zijn. Hè? De Christus zou lijden en sterven en vervolgens ook opstaan uit de doden of opgewekt worden uit de doden door zijn God. En om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Dan heb ik er nog één. Die is ook daar gaan we echt een stapje verder. Dan gaan we naar de eerste Petrusbrief. Petrus 1. En die is apart. Daar zou je zomaar overheen lezen. Nou, als een gids mag ik dus eventjes daarop een aantal dingen wijzen. En ga eens met me mee naar dat gedeelte. Naar deze redding, want dat is wat er letterlijk staat. In begeven daarin staat zaligheid, maar dat is een heel ander begrip. Naar deze redding hebben, waar Petrus dus zojuist over had gesproken en geschreven, naar deze redding hebben gezocht en gevorst, dat wil zeggen
uitvorsen, dus naspeuren. Naar deze redding hebben gezocht en geforst de profeten, die van de voor jullie bestemde genade geprofiteerd hebben. Ik moet er ook bij zeggen, Petrus richt zich tot de besnijdenis. Hij is ook een apostel van de besnijdenis. Maar in ieder geval, hij wijst hen op het feit dat de profeten hebben gesproken van genade die voor hen was bestemd. Maar ze hebben ook gezocht en geforst. En dat, het moet je voorstellen. Die profeten hebben gesproken, maar niet alleen gesproken, ze hebben ook geboekstaafd, ze hebben opgeschreven, ze hebben onze geschriften nagelaten, boekrollen zo u wilt. Maar in ieder geval, ze hebben de dingen op schrift gesteld. Nou, en nou hebben die profeten geprofeteerd, dat is waarom ze profeten heten. Ja, maar die profeten die begrepen kennelijk niet alles wat zij zelf hebben verteld. En ook niet hoe dat in verhouding stond met wat hun collega-profeten hebben verteld. En vandaar ook dat staat dat ze hebben gezocht en geforst. En dat betekent gewoon dat die profeten, dat de profetieën van deze profeten voor hen zelf kennelijk als een puzzel waren. Ze moesten zoeken hoe de stukken in elkaar pasten. Dat zo is, blijkt niet alleen maar uit deze formulering, maar lees even met mij mee en verder. Nogmaals, naar deze redding hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor jullie bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden, dat zie je, ze zochten, ze vorsten uit, ze probeerden na te gaan en ze speurden na. Ze hebben dus hun eigen geschriften nagezocht. En wat zochten ze dan uit? Nou, dat staat er ook bij. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, dat wil zeggen de geest van de Messias, in hen duidelijk maakte. Maar zo staat het dan letterlijk. Ze spraken over de Messias. En wat is de hele geest van de geest van de profetie? Dat is getuigenis van Jezus. Hoe heeft die in hen de dingen duidelijk gemaakt? Nou, daar hebben ze naar gezocht en gespeurd. En vooral, dit is heel apart. Ze hebben gekeken en nagespeurd op welke of hoedanige tijd dat allemaal betrekking had. Sorry. Kijk, het is een beeld, het is bepaald niet origineel, maar het is wel in deze, denk ik, een heel veelzeggende. En dat is dat profeten die keken als het ware op een bergtop. En wat zie je als je in de bergen bent, hè, je bent bijvoorbeeld in de Alpen en je staat op een top. En dan kijk je zo over andere bergtoppen heen. En dan zie je die bergtoppen zo naast achter elkaar liggen. Ja, wat je ziet als toeschouwer, dat zijn de toppen. Maar de insnijdingen, de dalen die daartussen liggen, ja, die mag je veronderstellen natuurlijk. Maar die zie je niet. Nou, zo is het met de profeten ook. Ze hebben wel de bergtoppen gezien. Ze hebben gezien van een Christus die zou lijden. Ze hebben ook gezien van een Christus die zou ingaan in zijn heerlijkheid. En die daadwerkelijk ook de Messias zou zijn. Die zou heersen in Jeruzalem. Hebben ze ook gezien. Maar hoe die twee zich tot elkaar verhouden. De tussenliggende tijd. Wat daartussen ligt. Welke tijd. En hoedanige tijd, trouwens, ik moet erbij zeggen, er zijn er meerdere, maar de meest duidelijke is die van Daniel 9, waarin Daniel, in die profetie van de 70 jaarweken, heel duidelijk ook aangeeft dat wanneer de Messias ook zou komen, en wanneer hij ook zou worden, ja, het staat letterlijk ook het woordje Mashiach. Ik heb die, om even terug te verwijzen nog naar die mail die ik van de week of vorige week kreeg
van die man, die, nou laat ik zeggen, die Joodse man, die zei over die Messias, de Bijbel spreekt eigenlijk helemaal niet over de Messias. En toen heb ik hem ook gewezen op Daniël 9. Daar wordt juist gezegd, hè, dat vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen, dat was in de dagen van Kores, zouden er 70 jaarweken verlopen, dat wil zeggen 70 cycli van jaarweken, want elk zevende jaar is een jaar sabbat, nou 70 van die cycli, inclusief de jubeljaren, dat is een periode van in totaal 500 jaren. Want na 7 jaarweken kreeg je weer een jubeljaar, dus 1 dus maal 10 heb je dus 10 keer 500, 10 keer 50 jaar is 500 jaar. Bent u er nog? Nou, ik geef toe dat het een beetje rommelig uitgelegd is, maar oké. Okay. Het idee is, dat is duidelijk. Vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen, zou er 500 jaren verstrijken en dan zou de Messias komen. En dat wordt heel uitdrukkelijk ook gezegd. En hij zegt, en de Messias zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Dat zou allemaal in die 70ste week plaatsvinden. Buitengewoon boeiend. En dan begrijp je trouwens ook meteen waarom er daar mensen waren in de dagen van het Nieuwe Testament, al het begin van onze jaartelling, die wisten, ja, nu gaat de tijd komen. En vandaar ook dat de Johannes de Doper kon vertellen, de tijd is vervuld. De tijd is vervuld. In de volheid van de tijd is de Messias gekomen. Dat wil zeggen, de termijn was verstreken. Maar hoe dan wel? Hoe zou dat dan zijn? Hij zou komen, jawel, hij zou sterven. Maar hoe zit het dan met die heerlijkheid daarna dan? Nou, dat soort vragen. Nou, dat hebben de profeten dus ook al zichzelf afgevraagd. En dus gezocht in hun eigen geschriften. Hoe steekt dat dan in elkaar? Op welke en hoedanige tijd? Nou, daar staat er nog bij. Toen hij, de geest van Christus, ja, de geest die van de Christus ook sprak, toen hij vooraf getuigenis gaf van het lijden, en ik heb dat tekentje erbij gezet, dat is tekentje in superscript, om daarmee aan te geven dat in het Grieks hier eigenlijk een meervoud staat. Kennen we in het Nederlands eigenlijk niet. In het Engels wel sufferings, maar in het lijden. Oeps. Maar je doet het wel goed. Nee. Ze struikelt het wel goed. Ja. Maar ja, dus de MBG-vertaling heeft dat ondervangen door te zeggen van al het lijden. Oké. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen. En van de heerlijkheid, van al de heerlijkheid, maar letterlijk staat ook dit in het meervoud. Van, kijk maar, ziet u? In deze interlineaire, ik geef het er niet voor niks bij. Ja. Hier staat er ook bij, lijden, eigenlijk meervoud. En hier, het is niet heerlijkheid, het zijn heerlijkheden. Van al de heerlijkheden daarna. Ja, dus met andere woorden, die profeten. Er was een geest in hen die hen deed, die hen vermogen gaf om te voorzeggen, om te profeteren. Maar ze begrepen hun eigen profetieën niet. Maar één ding was wel duidelijk, namelijk dat de geest in hen getuigenis gaf van het lijden dat over de Christus zou komen. Dat is nogal onmiskenbaar. En maar ook van de heerlijkheden daarna. Hè? En we zullen ook dat, maar dat wordt na de pauze dan, de heerlijkheid nu, die de Messias nu heeft, maar dat is verborgen. Het is zelfs zo verborgen dat de hele wereld niet eens weet van dat de Messias leeft. Hey, hij is opgewekt en ja, hij is niet door het hele volk gezien. Dat is een verborgen gebeuren en bovendien, hij is verhoogd aan Gods rechterhand en is allemaal onzienlijk. Niettemin heeft hij de hoogste positie. Vandaar ook, het is zijn heerlijkheid nu. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, nu. Ja, maar niet met deze ogen. Trouwens, diezelfde Petrus zegt ook in ditzelfde hoofdstuk van wij verblijden ons nu zonder hem, thans, hoe staat het nou? Zonder hem gezien te hebben, ja. Nee, zonder hem te zien. Nou ja, kijk het maar eens na. In ieder geval, ja, dat is, wij verblijden ons over dingen. Ja, waarom? Maar zonder dat ons oog dat ondersteunt.
Maar dat is vandaar, maar dat hoort ook zo. Het is ook verborgen. Het is verborgen heerlijkheid nu. Maar die heerlijkheid zal straks openbaar worden. Als hij daadwerkelijk zal verschijnen, onthuld zal worden. De openbaring van Christus suggereert al dat hij nu verborgen is en straks openbaar zal worden. En daadwerkelijk ook de heerschappij op zich zal nemen. De heerschappij is op zijn schouder en dat hij zal gaan regeren op de troon van zijn vader David. Kortom, dat alles, daarover hebben de profeten gesproken. Alleen, en daar gaat het me nu even om. En ik stel voor dat we eerst maar eens gaan pauzeren. Eén ding moeten we nu vaststellen en vasthouden ook. De Christus, zoals de profeten daarover spreken, zou lijden en op deze wijze zijn heerlijkheid ingaan. Maar hoe dat in zijn werk zou gaan en de tijdspannen die daartussen is, welke en hoedanige tijd, dat hebben zij niet begrepen. Vandaar ook dat ze daar naspeuring naar deden. Ze moesten dat onderzoeken. En dat betekent dus dat die tijd tussen zijn lijden en zijn toekomstige heerlijkheid, die tijd is verborgen. En daarmee hebben we dus in feite het onderwerp van dit hele seizoen te pakken. Namelijk, het gaat over de tijd tussen, wat wij dan zeggen, de eerste en de tweede komst van Christus. Dat is een verborgenheid. Of zo u wilt, het is een onderbroken komst. Maar daarover straks meer. Oh. Ja, oké. Okay. Straks nog een paar toevoegingen. Maar ik stel voor dat we nou eerst even gaan pauzeren. Is dat goed? André, die jaar deed, hè?